Libi ko tranga no, libi ko heavy no, a libi lai so many sorgu giden na insranang. No den tag you awa, e den ki sweet sranang, pi ala ya no man forgiti na pres pe umetang. Many natives I need praxeri do no mas ribi. How many war to taki absale guinti unome arki. So many arip sale u atra quevu soso sa ukandu ai mistranan mi lobi. So lazy day epsa, du ere no ben ya, di casu ati de na famili di de so far away. Trobie me ala dei, ma lo vide na ala sei, so lisa abina fili fu lobi di dendra pe. Sai ni prazeri tu no masrivi. En lieve mensen, inmiddels 1 over 5. Alle quinti, un nome archi. So many arip sale. We gaan vanmiddag het gesprek doen met mevrouw Filia Kram, zoals aangekondigd. In, op de Antillen is het als goed is 11 uur. Suriname 12 uur. En hier in Nederland is het 4:55 inmiddels geworden. Nou weet ik dat in die drieluik van Suriname, Nederland en Antillen. Het voor deze tijd van het jaar, tenminste wij in Nederland kunnen van geluk spreken. Het warm weer is. Mevrouw Kram, goedemiddag. Welkom in de uitzending. Goedemiddag, meneer Kateram. Welkom, ook luisteraars. Ja, is het zonnig bij u? Ja, toch kan niet anders. Het is broeierig. Ja. Er hangen hele dikke wolken, althans in de wijk waar ik woon. Ja. Ze wekken de indruk dat ze naar beneden gaan plensen, maar ik heb het idee dat ze over gaan waaien. Ja. Het is ontzettend heet hier, echt bloedheet. En de hele dag de airco aan. Ja, waar moeten we denken? Boven de 30 graden bij u? Ik denk dat het nu een graad of 31, 32 is. Nou, dat is gebruikelijk toch op de Antillen. Op Curaçao. Ja, maar gewoon het waait het dan ook. En okay. Dan is het niet zo broeierig. De warmte op Curaçao is een andere soort warmte dan de warmte van de Amazone. Maar het is nu dus echt heet en broeierig, want het waait ook iets minder. Oké. Okay. Nou ja, en het zeewater is ook warm. Dat merk je wanneer je gaat zwemmen. Dat zeewater. Nodigt het niet uit om te gaan zwemmen. Ja. Aboom. Nou ja, we kunnen niet alles hebben, zeggen ze. Nee. Ja, nou, maar ik vind het wel een heel mooi eiland hoor, Curaçao. Prachtig om daar te zijn. Ja, ik woonde graag. Ja, mevrouw Kramp, u heeft een artikel geschreven. Een ingezonden stuk is gepubliceerd op 1 september in het digitale dagblad SR Herald, Suriname Herald. Onze belangrijkste vraag na bijna 50 jaar onafhankelijkheid. En dan heeft u een hele tekst geproduceerd. En kort samenvatten komt het erop neer dat u er heel somber tegenaan kijkt. En dat u eigenlijk zegt dat in die 50 jaar leiderschap, aan ontwikkeling, aan moraliteit, aan het losweken van koloniale hippies en niet veel veranderd is. Klopt dat? Dat klopt. Dat is wat ik al heel lang vind en ook heel lang in allerlei variaties communiceer met Surinamers en de wereld. We zitten nog echt in een diep koloniaal stadium en we beseffen dat niet. We zijn het normaal gaan vinden dat we op deze manier behandeld worden en bejegend worden en dat onze politiek zich op deze manier ontwikkelt. Maar dat is dus niet meer de norm in deze tijd. Ja.
En nou ja, doordat we zijn blijven hangen bij dat koloniale kennissysteem, zegt u, zitten we nog altijd in een systeem van onrecht, van corruptie en van armoede. Ja, dat is wat ik zeg. En ik doe mijn best om niet al te dure woorden te gebruiken, want ik wil dat zoveel mogelijk mensen lezen en begrijpen wat ik bedoel. Ja. Wat ik in dat artikel wil aangeven is dat in de koloniale tijd klopten sommige dingen die we nu nog doen, die klopten. Dan klopte het dat je bejegend wordt door de overheid als een onmondig schepsel. Want je hebt helemaal nergens zeggenschap over. Ja. Je hebt geen zeggenschap over je leven, je hebt geen zeggenschap over de toekomst, je hebt niet eens zeggenschap over in welk huis je woont en hoe het eruit ziet. Maar wanneer je dat niet meer bent, wanneer je dus een republiek bent, een democratische republiek, dan valt dat, die manier van denken over jezelf en over hoe je woont, die valt dus weg. Dus je moet een nieuwe manier gaan ontwikkelen om naar jezelf te kijken. Dat is wat ik bedoel wanneer ik zeg dat we zijn dus in het oude kennissysteem gebleven. We gebruiken ook dezelfde taal gebruiken we nog. En dat heeft te maken met dat we na 1975 ons niet zijn gaan bezighouden met onze decolonisatie. We zijn dus als je naar ons luistert en als je de oplossingen ziet die we aandragen, zijn we helemaal niet anticoloniaal. We zijn in ons diepste wezen zijn we een kolonie. Want zo gaan we ook met elkaar, om. Ja, ja. En nou ja, u zegt we zijn ook blijven hangen en we laten ons ook leiden door, in plaats van een moreel besef die past bij een onafhankelijke natie, waar mensen toch wel het hef in eigen hand nemen om te werken naar een betere toekomst. Laten we ons leiden door kapitalistisch moraal. Kunt u ons uitleggen wat u daarmee bedoelt? De koloniale moraal was een zuiver kapitalistische. Ja. De mensen die hadden op zich, de enige betekenis die de mensen hadden, was hoeveel geld kunnen ze opbrengen voor de samenleving. Dus mensen werden, de waarde van mensen werd uitgedrukt in geld. Ja. In wat ze opleverden. Niet in wat ze betekenden voor die samenleving, maar in wat ze opleverden. Ja. Dat paste ook bij die tijd. Want er zat ook de slavernij aan vast. Er zat ook het hele idee van contractarbeid zat er aan vast. Maar in de moderne tijd, in een democratie, in een tijd waarin dat oude ding niet meer geldt, moet je dus niet meer zo naar mensen kijken. En het kapitalistische, dat zat in het koloniale systeem. Het koloniale systeem, zoals Nederland en grote delen van Europa dat deden, was een puur kapitalistisch systeem. Dat betekent dat er alleen maar gekeken werd naar geld, naar waarde, naar materie. Er werd niet naar mensen, naar arbeiders gekeken als mensen met een eigen opvatting, die ook een eigen idee hadden over de waarde van de arbeid die ze produceerden. En daar hebben we in Suriname, hebben we daar nooit verder over nagedacht. Dus het gevolg is, ik ga maar even een voorbeeld noemen dat we in Suriname vaak gebruiken. Ja. Wanneer we boos zijn en racistisch zijn, dan zijn negers lui, om maar even een veelgebruikt ding te noemen. Ja. Maar hoe komen we aan dat idee? Zijn we vergeten dat de zwarte mensen die in Suriname wonen, dat de mensen zijn die dat hele grote oerwoud in het noorden hebben opengekapt en bewoonbaar hebben gemaakt? Ja. Daar staan we nooit bij stil. Ja. En ze hebben het weliswaar onder dwang gedaan, maar ze hebben het wel gedaan. Dus op het moment, en de koloniaal vond ze lui. Ja. Dat was dus een koloniale labeling van zwarte mensen. Ja, ze zijn lui, ze zitten de hele dag op hoek of in straten. Ze maken muziek. En meer doen ze niet. Maar we weten toch nu beter. Maar dat is dus vals. Dat is dus een vals script. Ja. En dat script hebben we overgenomen. Ja. We hebben het geïnternaliseerd.
En wanneer we met elkaar politiek bedrijven of vervelende dingen tegen elkaar zeggen, dan doen we dat. Hetzelfde geldt ook, dan zeggen we, ja, Hindustanen zijn harde werkers. Dus dan gaan die twee groepen, dan is het dus alsof die twee groepen mensen, Hindustanen en Surinamers, uit twee totaal verschillende planeetsystemen komen. Dus de ene is ontzettend ijverig en die werkt hard, ja. En de andere die is lui. Maar die ene die ontzettend ijverig is, die kwam het land binnen omdat die andere het land bewoonbaar gemaakt hadden. Ja. Maar zo kijken we niet. Niemand helpt ons zo kijken naar ons. Dus blijven we met die oude ideeën over de waarde van arbeid, over de betekenis van arbeid, over de betekenis van geld. Dat geld een middel is en geen doel. Geld op zich dient geen enkel doel. Ik bedoel, geld op zich betekent niks. Weet je, wat kun je met geld? Geld is een middel. En in een kapitalistisch systeem is geld het middel dat je gebruikt om de ander voor je dienst te betalen. Maar er zijn andere ruilsystemen. Dus dat is wat ik Surinamers, dat is eigenlijk wat ik in het artikel ook probeer weer te geven. En zolang we zo blijven praten en elkaar zo blijven bejegenen, dan worden we ook niet sterker van onszelf. Want die leiders die we dan kiezen, dat zijn dus de mensen die hetzelfde ook zo doen. Zo praten ze ook, zo doen ze ook. Maar goed, mevrouw Kraam, met alles. Ja, maar we leven in een kapitalistisch systeem, ja. Mondiaal Suriname. Juist. En we hebben gekozen voor een niet geleide economie, maar voor een markteconomie waarbij vraag en aanbod uiteindelijk leiden tot een prijs, tot commitment. Ik bedoel, het is toch zo. En dat is in Suriname nou een leugen. Dat is niet waar. Suriname is geen marktgeleide economie. Nee? Waarom niet? Nee, dat is Suriname helemaal niet. Als Suriname een marktgeleide economie was, dan zouden we met elkaar ook andere keuzes doen. Suriname is een roofkapitalistische staat. We zorgen er niet voor dat de mensen die moeten ploeteren gezond zijn. Ja. We zorgen er niet voor dat de mensen dat ons nageslacht goed opgeleid is. Ja. Wanneer je kijkt naar marktgeleide economieën, dan is dat wat ze doen. Want ze beseffen dat zonder een gezonde, goed opgeleide bevolking hun markt gewoon niks betekent. Ja. En dat doen we dus in Suriname niet. Dus we gebruiken die begrippen wel, ja. Maar we handelen er niet naar. Nee. Oké. En wat doen? Wie zou daar die verantwoordelijkheid moeten nemen om te zorgen dat aan de ene kant die marktgeleide economie kan functioneren, hè? En dat het niet van top naar, hè, dus niet een geleide economie is, hè? De overheid die bepaalt de prijs en de overheid bepaalt wie met wie wat zaken doet, zoals ze dat in China doet. Hè? Maar dat er een marktmechanisme uiteindelijk bepaalt wie wat krijgt en wanneer en voor welk bedrag. Hè? Dus bedoel, in dat kapitalistisch systeem is de ondernemer niet getriggerd om allerlei sociale aspecten in zijn onderneming, zeg maar, handen en voeten. Wie zou dan met name dat aspect van gezonde mensen? Dat zou dus de taak van de overheid moeten zijn. Ja. De overheid zou er dus op moeten toezien. Dat is ook het wat ik probeer duidelijk te maken. De overheid is dus geen marktpartij. Nee. De overheid is de overheid. Ja. De overheid is degene, is het instituut. Bestaat uit verschillende andere subinstituten waar we onze zaken beleggen die we zeg maar als individu zelf niet kunnen. Ja. Dus die overheid die moet ervoor zorgen dat wij als burgers in die marktgeleide economie in dat kapitalistisch systeem niet bedolven worden. Want één kenmerk van het kapitalisme is, het is nooit genoeg. Nee. Het heeft van zichzelf geen moraal. Ja. Wij moeten de moraal, wij als mensen moeten daar de moraal in aanbrengen. Ja. Want het is een vernietigend systeem, dat heeft de slavernij ook aangetoond. Het is als je als overheid daar geen sterke leiders hebt, geen stevige politici hebt en geen goed functionerende sociale systemen, dan vreet het al die mensen gewoon op. Ja. Is het niet zo, mevrouw Kraam, dat in tegenstelling tot andere, zeg maar, markteconomieën, hè? Ik noem ze de beschaafde landen, ja. De beschaafde wereld, dat is Suriname. Ja. We die slag niet hebben gemaakt van het loskoppelen van kapitaal, roofkapitaal en overheid. Is het zo dat doordat de macht van zeg maar roofkapitalisten heel erg verweven is in de taak en de rol van die overheid,
dat daardoor in Suriname, waar u het over hebt, hè, dus die emancipatie, ja. De ontwikkeling van het moraal, waarin sociale ja. aspecten heel erg doorslaggevend zijn, dat ze daar ja. leidend zijn, dat die niet zeg maar, zich heeft kunnen ontwikkelen. Klopt dat? Wat? Is dat zo? Ja, ja? Ja zo kijk ik ernaar. En ja. die heeft zich niet kunnen ontwikkelen ja. Voor een groot gedeelte. Omdat onze leiders, ja. de mensen die het pleidooi hebben gehouden ja. om Suriname zeg maar, onafhankelijk te krijgen, ja. die waren niet equipped. Nee. Die waren daar niet voor geschoold. Ja. Ik denk dat we, als je kijkt naar het Caribisch gebied, ja. dat we gewoon de laatst geschoolde politici hebben. En dat bedoel ik met scholing. Niet alleen dat ze naar de universiteit of dat ze naar het HBO gegaan zijn. Want scholing is meer dan dat. Dat bedoel ik ermee dat ze gevormd zijn om leiders te zijn met EI. Ja. Zo zijn ze niet gevormd. Nee. Ze zijn gevormd om opportunistisch te zijn. Ja. Ja. Dus het gevolg is dat ze dat gedrag vertonen. En dat gedrag herkennen we, want dat zijn we zelf ook. Want die leiders die komen uit ons voor. Ja. Het zijn geen vreemde wezens van buitenaf. Ja. Ze komen uit ons voor. En wat er nog bij komt bij Suriname, en daar hebben we het met elkaar eigenlijk nooit over, omdat we geen conflicten aandurven. Ja. We hebben ook nog verschillende geloofssystemen. Ja. We doen alsof we het over hetzelfde hebben wanneer we over God praten. Maar het is niet zo. En op zich is dat niet erg. Want ja. we zijn een multi-etnische, multiculturele samenleving. Ja. Daarom is het belangrijk dat de overheid zich niet bezighoudt met dat deel van ons leven, maar ervoor zorgt dat geen van die elementen een ander element kan overklassen. Ja. Want ja. dat is wat een goede overheid moet doen. Ja. En vervolgens, maar onze overheid, die gaat er ook in zitten, die gaat erin deelnemen. Dus kan ze ook niet corrigerend optreden wanneer dat soort instituten af en toe belachelijke dingen doen, dan treedt ze daar niet op. Want ja, weet je, het is de vrijheid van mensen. Ja. Nee, dat is een dwaling. Een groot gedeelte van de mensen moet je soms gewoon beschermen tegen waanzin. En dat is de sociale functie van een overheid. Zeker een overheid in een multi-etnische, multiraciale, multireligieuze samenleving. Die moet ervoor zorgen dat ze als een huis staat. Ja. Zodat alle mensen, ongeacht wat ze geloven, wat ze denken, of het waar is of niet waar is, dat is helemaal niet boeiend. Ze kunnen daar hun plek vinden en ze weten dat ze beschermd worden in hun religiositeit en in hun levensovertuiging. En omdat ze beschermd worden, hoeven ze ook niet aan een ander op te leggen. En hoeft de overheid ze er verder ook niet mee bezig te houden. Ja. En al die dingen zijn de afgelopen 50 jaar, al die instituties zijn de afgelopen 50 jaar door elkaar heen gaan lopen. Allemaal, echt waar, de vakbond geldt hetzelfde. Maar die liggen dus nu op hun kont. En het gevolg is dat Suriname helemaal is vastgelopen. En je ziet ook dat die instituties niet meer op kunnen staan en die overheid kunnen bekritiseren. Ja, kunt u daar een voorbeeld geven van die vermenging, van wat u zegt van die overheid, die heeft zich zo ingevlochten in zaken die niet des overheid is, hè, meer voor het privé domein van groepen, ja. als het gaat om geloof ja. of een ander domein. Waar ziet u die invlechting van die overheid? Waar je het ziet is dat, er zijn een paar voorbeelden die, ja. die zo even in me ja. opkomen. Ja. Waar je het bijvoorbeeld ziet is het gebruik, sinds deze regering, maar ik denk de vorige ook een beetje, ja. om de week te beginnen met gebed. Ja. Ja. Ja, meneer Santoki is bekeerd, ja. dat snapt u toch wel? Ja, ik snap de opportuniteit van meneer Santoki. Ja, hij heeft het licht gezien. Ja, dat snap ik wel. Ja. Maar hij is daar opportunistisch in, want wat doet hij? Ja. Hij laat dus aan de Surinamers zien ja. dat het uiteindelijk niet uitmaakt of hij naar de stembus gaat, ja. want er is een hogere macht. Ja. Die je lot bepaalt. Ja. Nee, in een democratie bepalen wij ons lot. Ja. Dat is nou het kenmerk. Ja. Wij moeten dus geloven. Geloven, ja. hoor wat ik gebruik. We moeten ja. dus geloven dat wij ons lot in eigen handen hebben. Ja. Want op het moment dat we dat niet geloven, dan hoeven we ook niet meer te gaan stemmen. Ja. We moeten dus geloven, ervan overtuigd zijn dat met onze talenten en onze intelligentie en met onze fantastische multi-etniciteit die als dat ding goed geleid wordt, pra-
prachtige kennis kan voortbrengen, dat wij de makers zijn van ons leven. Ja. Maar op het moment dat de president de week begint met wisselende kerkvoorgangers, dan laat hij daarmee zien dat hij als president daar aan orde geschikt is. Dat is onzin, want we zijn geen theocratie, we zijn een democratie. We worden niet geleid door een hogere macht, anders dan onszelf. Wat zegt dat, wat zegt dat over de president? Als hij dus uiteindelijk, nou ja, succes van zijn presidentschap toevertrouwt aan een hogere macht. Wat zegt dat van deze man? Kijk, als meneer Santokki 's avonds thuis komt en gaat bidden tot zijn God of zijn goden, dat hij ze heeft aanbeden, dat hij ze gunst heeft gevraagd en dat in zijn waarneming die gunsten zijn toegekend, dan mag hij dat rustig doen in het hoekje van, in het hoekje van zijn kamer. Ja. Daar gaat het me niet over. Ja. Dus wat het van meneer Santokki zegt, is dat hij misbruik maakt van de goedgelovigheid van een nog onderontwikkelde bevolking. Dat is wat hij doet. En hij doet het, niet... Kijk, als bijvoorbeeld als er een ramp is gebeurd. Hè, stel je voor, Suriname wordt overtroffen door een ramp. Getroffen door een ramp. Een grote vulkaan barst uit en 10% van de Surinamers bezwijkt eronder. Daar heb je het over een ramp. Dan begrijp ik dat we allemaal, ook ik zei deze ongelovige hond, dat we allemaal gaan bidden. Dat snap ik. Dan gaan we iets doen, want dit is zo boven ons bevattingsvermogen, dat we de goden gaan aanroepen en aansmeken om ons te begeleiden om hieruit te komen. Dat snap ik. Ja. Maar wat ik niet wil begrijpen, wat ik niet wil accepteren, is dat we een regering hebben die gekozen is door mensen. Ja. Dat we ministers hebben die gekozen zijn, die voortkomen uit de bevolking. En dat ze elke week beginnen met de hoogste macht. Want wat voor meneer Santokki de hoogste macht is, is het niet voor alle Surinamers. Ja. Dus daarom is het misleidend. Ja, maar is het niet zo dat hij zijn falen niet aan zichzelf wil toeschrijven? Nee, dat wil hij natuurlijk niet. Hij vindt dat hij doet het goed. Ja, hij, op hem rust geen kritiek. Ja. Hij doet het goed. Ja. Hij is een godsvruchtig mens. Ja. Maar ondertussen is hij wel corrupt. Ja. Ik bedoel... Ondertussen zet hij wel zijn vrouw op positie, ze niet horen. Maar hij doet het wel goed. Nee, dat klopt niet. Ja. Als je dan godvrezend bent, dat kan, dat je dat bent als mens. Maar niemand heeft hem tijdens de campagne zo gekend. Dus ja. Sinds wanneer is hij dat? Ja. Maar wat u zegt is dat Suriname feitelijk een seculiere staat zou moeten zijn. Hè? Is ook een seculiere staat. Een staat die los staat van kerk en geloof, hè? Ja. En dat de overheid een neutrale, betrouwbare, onpartijdige overheid is. Zou moeten zijn. En die afhankelijk van welke politieke stroming aan de macht is, om toch wel zoveel mogelijk regels te stellen, voorwaarden te scheppen, ten einde een harmonieuze samenleving mogelijk te maken. Hè? Alle partijen, alle individuen in dat land de mogelijkheid krijgen om al hun kwaliteiten, hun talenten te ontwikkelen, te ontplooien en een plek te verwerven in die samenleving. Dat is die overheid in de optimale zin, hè, die we zouden moeten hebben. En dat hebben we dus... Ideaaltype, is ideaal. Dat hebben we, overheid. Ja, een eerlijke, betrouwbare overheid in een fatsoenlijke democratie. Ja. Dat we dat niet hebben, heeft dat te maken met de primitieve aard van het denken van onze mensen? Het heeft, ik vrees dat, dat een element is. Ja. Ik vrees dat we daar niet uitgekomen zijn. En daar zijn we niet uitgekomen omdat we met elkaar niet... we werden onafhankelijk en we begonnen niet met de vraag te stellen, maar wie willen we zijn als Surinamers? Ja. We komen voort uit een koloniaal slavernij... setting. Dat ding heeft meer dan 300 jaar geduurd en het heeft ons behoorlijk misvormd. We moeten beginnen met dat vast te stellen. En wie stelt dat gewoonlijk vast? Gewoonlijk helpen leiders ons te zien. Want leiders die zijn, dat zijn geen mensen die exceptioneel zijn. Dat zijn mensen die in staat zijn te kijken naar al die mensen die ook op ze lijken. En te zeggen, weet je, hier komen we uit voor. Zullen we met elkaar gaan hebben over wie we willen zijn? Oké, we willen Surinamers zijn.
Wat betekent dat dan? Wat betekent het voor jou als Hindoestaan? Wat betekent het voor jou als inheemse? Wat betekent het voor jou als Afro-Surinaamse vrouw? En dat zijn allemaal gesprekken die worden niet eens geleid door één ding. Maar het gaat om dat je dus die vibratie in je samenleving brengt. Maar die hebben we niet gebracht, omdat onze onafhankelijkheid op zich al iets heel geks was. Want we hadden het niet gevraagd, we hebben er niet voor gevochten. Het is zogenaamd heel harmonieus gegaan, maar onder de oppervlakte broeide en leefde er van alles waar we het niet over hadden. En zo zijn we sukkelen van het ene subsysteem in het andere subsysteem terechtgekomen. Dus hebben we een grondwet, en die grondwet, die wordt binnen 5 jaar wordt die grondwet kapot gemaakt. Ja. Die wordt weggeschoven. En vervolgens wordt die grondwet weggeschoven en zijn we 7 jaar lang zijn we een dictatuur. En dan komen we uit die dictatuur en dan beginnen we niet opnieuw. We zeggen niet, jeetje, Mina zegt, 7 jaar lang zijn we een dictatuur geweest. Wat heeft dit betekend? En wat moeten we anders gaan doen? Dat doen we niet. We glijden gewoon door. En we staan dus niet stil bij onze kwetsuren. We staan dus niet stil bij... En vervolgens zijn we verbaasd dat mensen in de war raken. Want jaren later stellen we degene die de initiator achter die dictatuur was, die stellen we dan aan als president. En er zijn heel veel Surinamers die het nog steeds niet begrijpen. Maar we thematiseren het niet. We zeggen niet, wacht, zullen we even bij dit onderwerp stilstaan? Wat doen we? En waarom doen we dat? En doen we iets wat ons verder brengt? Doen we iets wat ons verder brengt? Waaruit blijkt dat dit ding ons verder gaat brengen? Dus wat meer rationele discussies in plaats van die hele grote emotie. Ja, we houden van hem. Ja, weet je, dat mag ook. Maar vervolgens zijn er nog veel meer andere mensen die niet van hem houden. Ja. Hoe doen we dan daarmee? Ja, die moeten daar even maar hun mond in houden, want die is aan de macht. We zijn dus in een soort oud machtssysteem blijven denken. Namelijk het koloniale machtssysteem. Van wie de macht heeft, is de baas en die bepaalt. En onze leiders, die helpen ons er niet van af. Want die zijn daar ook in gesocialiseerd. En als iemand opstaat en zegt, maar dit is niet goed, dan loopt die persoon de kans om letterlijk monddood gemaakt te worden. Want dat is wat paste in dat oude kennissysteem. Ja. En in het nieuwe kennissysteem past, die persoon die zegt iets, het is heel belangrijk dat hij dat zegt. Die heeft het recht om het uit te spreken. Hij heeft het recht om zijn inzicht met anderen te delen. Want het zou kunnen zijn dat die anderen dat ook vinden en dan verandert er iets. Maar er mag niks veranderen. Het moet bij het oude blijven. Maar het kan niet bij het oude blijven. Dat voelen we dus nu in Suriname ook. Het kan niet. Ja. De wereld verandert. De wereld wordt democratischer. Dus het kan niet meer. En onder deze president, onder alle vorige ook, maar onder deze president valt het des te meer op. Ja. Omdat hij misschien anders dan alle anderen expliciet beloofd heeft dat hij aan dit ding zou werken. Ja. Daarom is hij zo'n grote teleurstelling. Want hij heeft beloofd dat hij heeft laten zien dat hij snapt dat ding gewoon fout is. Ja, en vervolgens zit hij op die stoel en hij glijdt er geruisloos in. En op het moment dat mensen hem daaraan herinneren, dan wordt hij ontzettend boos en rancuneus. Is het probleem van Suriname, mevrouw Kramp, niet dat... de ideale situatie in het land zou zijn, wanneer we vanaf het moment van onafhankelijk zijn naar nu toe hadden gewerkt naar natievorming. Hè? En natievorming is, er is één Surinaamse wij-gevoel. Wij, Surinamers, wij staan voor een uitdaging, wij staan voor een taak. Wij moeten met elkaar, en van daaruit zouden inspirerende leiders uiteindelijk die gemeenschap moeten meenemen naar dat proces van, zorgen dat je inderdaad onafhankelijk bent. Niet met de pet over de hele wereld rond hoeft te gaan om biggie, hè. En dat je in staat bent een aantal zaken die essentieel zijn om te overleven. Dat je dat met elkaar samen uiteindelijk aan gaat werken. Is het niet zo dat die natievorming, kunnen we stellen, dat na 50 jaar bijna onafhankelijk zijn, die natievorming mislukt is?
Ja, dat vind ik. Die nazi-vorming is mislukt. In feite zijn we een failed state. Dat willen we niet aanhoren. Ja. Maar dat is wat we zijn. Want ja. We zorgen... Dus om te beginnen is de staat is opgedeeld. Dat wat de staat moet voorstellen. Daar zitten al die koloniale elementen van verdeel en heersen erin. Ja. En ze zijn ook nog etnisch, zitten ze erin. Ja. En ze doen het nog steeds ook nog etnisch. Ja. Maar het is zo vanzelfsprekend geworden dat je gewoon heel goed moet kijken wat het etnische element dan is. Ja. Want in dat etnische zijn ze allemaal even gelijke boeven. Dus het is niet zo dat zeg maar, de club van Santoki een minder erge boef is dan de club van meneer Brunswijk. Ze zijn allemaal gewoon grote boeven. Ja. Maar ze zijn boeven vanuit een etnisch sentiment. Dus ja. Ze zoeken dus mensen die op ze lijken. Ja, en de precies. Argumenten die ze gebruiken zijn dat die groepen achtergestelde groepen zijn. Ja. Oké, dat kan. Je kunt zeggen, weet je, een bepaalde groep die is achtergesteld door de geschiedenis van dit land. Maar wat wij gaan doen met elkaar als Surinamers... We gaan programma's ontwikkelen om die achterstelling op te heffen. We gaan beleid maken om die achterstelling op te heffen op elk niveau. Maar dat beleid maak je dus niet, dat maak je dus als leider. Dus dat betekent dat je in staat moet zijn als politieke leider om boven je eigen etnische groep uit te stijgen. Ja. Je moet dus getransformeerd zijn om dat woord dat af en toe valt te gebruiken. Om er bovenuit te stijgen en te zeggen, dit wat we doen geldt voor alle Surinamers. Het geldt voor alle Surinaamse kinderen. Het geldt voor alle Surinaamse mensen. En de ene dit regeertermijn gaan we voor de ene dit doen. Want we hebben namelijk uitgezocht, dat is ook zo'n ding. We maken geen beleid op grond van wetenschap. We maken gewoon beleid op grond van wat we voelen en denken. Maar we hebben laten zien, we hebben aangetoond dat deze groep daar en daar en daar en daarom achtergesteld is. En dan hebben we het belangrijk dat we die achterstelling, gaan opheffen, zodat de startpositie zoveel mogelijk gelijk getrokken wordt. En natuurlijk, je zult altijd mensen blijven houden die arm zijn, die niet mee kunnen. En voor die mensen hebben we een heel goed sociaal systeem. Ja. En aan dat sociaal systeem betalen ook rijke mensen mee. Sterker nog, hoe meer je hebt, hoe meer je eraan betaalt. Ja. Want al die rijkdom die je verdient, die komt niet uit de hemel vallen. Die verdien je omdat al die mensen er zijn. En we hebben die twee dingen losgekoppeld. Dus is het alsof al die arme mensen een last zijn van de overheid. En niet... Hoor wat ik net zei aan het begin over koloniaal denken. Dan zijn ze dus een last. Nee, ja. Ze zijn ook Surinamers. Ze horen ook bij ons. Ja. Dus het gevolg is dat we dat niet doen. Dat we niet zo denken. Dat we niet zo praten. Soms lees ik dingen op Facebook dat ik denk, jeetje Mina zegt. Maar als we nog zo denken, dan zijn we nog heel erg primitief. Ja. Dus daar denken we niet zo. En dan worden die mensen die arm zijn, die moeten zich dan gaan schamen dat ze arm zijn. Hallo? Hoezo? Ik bedoel, welke boeken lezen we? Maar gelden ook daar niet. Aan de onderkant dezelfde, polariserende gedachten die groepen die ontwikkeling helemaal. Tegen. Ja, toch? Helemaal. Ja. De rot begint in de kop. Ja. In de piramide van de organisatie begint de rot bovenin. Ja. En het siepelt naar beneden. Ja. En op enig moment stinkt iedereen even erg. Ook die rijke mensen. Ja. Alleen die kunnen zich permitteren om één keer in de zoveel tijd weg te gaan en leuke reisjes te maken. Of een huis zo te bouwen dat ze geen last hebben van de omgeving. Maar dat is kortzichtig. Ja. Want als je wereldliteratuur leest, dan weet je ook dat op een dag die mensen zo arm zijn, dat ze het komen halen. Zeker. Echt waar? Ja. Mevrouw Kramp, is het niet zo dat het feit dat Suriname nog altijd worstelt, hè, met toch wel eenheid van geest, eenheid solidariteit, hè, met elkaar, ja. dat daarvoor leest die etnische pluriformiteit in plaats van een verrijking een sta in de weg is? Ja, en dat vind ik dus jammer, dat je er ook zo naar kunt kijken, want dat is ook zo, denk ik. Ik denk dat dat ook echt een rol speelt.
Maar tegelijkertijd, je kunt het ook als een kracht zien. Want de wereld wordt steeds diverser. Ja, nee, maar in Suriname zien we dat nu, ook in 2023, dat had ik gezegd, bijna 50 jaar na onafhankelijkheid. Als een land is dat etnisch heel erg overhoop ligt met elkaar, ja, is het wel Suriname. Omdat we niet functionele leiders hebben. Ja. We hebben dus politici die dat multi-etniciteit en die religiositeit heel opportunistisch misbruiken. Juist. En omdat we dan ook nog slecht onderwijs hebben, want we hebben gewoon ronduit slecht onderwijs, ja, hebben we dus ook geen scholen. Wordt op school dus ook niet geleerd om zelf te denken. Dus de kinderen op school leren papegaaien. Dat is wat ze leren. Ze leren niet zelf denken van, hé, wacht even, wat gebeurt hier? Hoe kan ik er ook naar kijken? Ja. Maar dat leren ze niet. Dus het gevolg is dat het hele systeem op een gegeven moment bestaat alleen maar uit horige mensen. Mensen die ja knikken, maar nee doen. Want als ze de kans krijgen, doen ze nee. Maar dat deden ze op de plantage namelijk ook. Dan knikten we ja. En was de baas zeg, en dan deden we gewoon lekker nee. Dus het is ook een way of life geworden. Maar het is dus een way of life die ons in de nieuwe tijd niet vooruitbrengt. En onze leiders vertonen hetzelfde gedrag. Ja. Want het beloven van het een en het doen van het ander komt eruit voort. En ze weten dat ze niet gestraft gaan worden. Want hun loyaliteit ligt in die etniciteit. Dus, ja, dus het wordt ook heel moeilijk om dat eruit te halen. Hartstikke moeilijk. Ik bedoel, het is een hele moeilijke opdracht hoor, om Suriname nou ja, het is afhankelijk van wat voor inbord je als leider hebt. Ben je een overtuigd, inspirerende, leider die vanuit bepaalde idealen die rol naar je op je neemt? Om het beste, ja, en je hebt het beste voor met iedereen. Met mensen die in een bepaalde positie verkeren. Armoede, verdrukking, ja, noem maar op. Hè? En daarom ga je de politiek in. Of ben je een opportunist? En is het niet zo dat de Surinaamse leiders eerder opportunistische leiders zijn dan idealisten en inspirerende leiders? Ja, het is, ik zit er wat dubbel in. Ja. Ja en ja en nee. Vertel. Ik heb er ooit een essay over geschreven. Kijk, onze bestuurlijke modellen, onze modellen van besturen van een land en van een bevolking, die zijn oud, die zijn net zo oud als we koloniaal zijn. Ja. Dus we hebben de modellen overgenomen die in het koloniale ding pasten. Die hebben we overgenomen. En vervolgens, we zijn dus zo gesocialiseerd, en vervolgens hebben we niet de moeite gedaan, over luiheid gesproken, hebben onze politici niet de moeite genomen om na te denken, erover te praten, erover te schrijven, met elkaar in discussie te gaan. Want hoe gaan we onszelf hieruit tillen? En er zijn mensen geweest die dat geprobeerd hebben. Want het is niet zo dat alle Surinamers zo waren. Maar die mensen die zijn geweest, die bleven in de minderheid. Omdat de macht van dat geld, weet je, dat geld is, het geld is, voor Suriname is geld, ik zou bijna willen zeggen, een roze. We doen alsof geld het belangrijkste in de wereld is. Dat was het voor de koloniaal. Maar voor de ex-koloniaal is dat zelfs dat niet meer het belangrijkste. Maar bij ons is dat nog gebleven. En onze leiders, de mensen die we hebben gekozen, die we als leiders zien, die zijn er dus, ja, ik wil niet zeggen slachtoffer, want er zijn ook keuzes die ze maken. Maar ze zijn gemakzuchtig, dus ze gaan het niet veranderen. En wij zijn ook gemakzuchtig, daar ga ik op het eind straks iets over zeggen. We zijn ook gemakzuchtig, zeker als we etnisch denken. Want als er één van ons zeg maar aan de macht is, denken we nou, oh, dat komt wel goed. Nee, op grond van Jan, dat hij op me lijkt. Nee, dat is geen argument. Het komt wel goed omdat die persoon de dingen doet, of maar je denkt, oké, die doet dat, die doet dat. Maar zo kijken we dus niet. Dus uiteindelijk moeten we gewoon dat hele land decoloniseren. En dat gaat pijn doen. En dat hadden we dus 50 jaar geleden moeten doen. Dat hebben we niet gedaan. En we hebben het niet gedaan omdat we heel gemakzuchtig een zak met geld kregen. Ja. Dat is ook bezopen. Dat is geen land ter wereld goed, waar het is gebeurd. Dat geld was op den duur op, hè? Klaar. Binnen een paar jaar hebben ze dat geld in een bodemloze put gedeponeerd. Ja. Klaar. Het volk is arm gebleven. Er is niets aan productie georganiseerd. Dus met het geld is er niet veel goeds
tot stand gekomen voor de samenleving. Het volk is arm gebleven. En de ziekenhuizen waren er niet. Ja, per saldo zijn ze armer. Ja, ja, ja. Dus, maar mevrouw Kramp, wat we zien is na 50 jaar, is dat toch wel dat etnisch sentiment. Hè? Dus dat denken van eigen volk is, het overheerst in Suriname. En meneer Brunswijk heeft een eigen departement en zegt, ja, eigen volk is. Meneer de president. President heeft een, dat niet willen. Ja, meneer president Santoki heeft een eigen kabinet en ministers, eigen volk is. En datzelfde geldt voor partij. Ik bedoel, ja, dus, de president, degene die dus de leader of the pack is, die moet zeggen, hé, hey, Brada, dit doen we niet. Ja. In de regering die ik leid, die ga ik mijn hartstikke stinkende best doen om die goed te leiden met democratische principes. We hebben één communicatiecentrum. Ja. En die geldt voor ons allemaal. Ja. Er is één president en die heeft een kabinet. Maar we hebben ook dat hebben we dus ingericht. Langs, ja, weet je, in hokjes, dus dan inderdaad de president zijn eigen kabinet. En dan werken ontzettend veel mensen. Wat die mensen doen, dat weten we allemaal niet. Volgens mij doen ze de verkeerde dingen, want er gaat heel veel fout. De vicepresident heeft ook zijn eigen kabinet. En dus dan zitten elke morgen zitten er honderden mensen te wachten op zijn gulle gaven. De partij Aloud, idem dito. En de bevolking, die moet gewoon zeggen, die willen we niet meer. Houden jullie ermee op? Ja. Maar op het moment dat de bevolking dat roept, dan moet de bevolking dat roepen, ongeacht een etnische groep. Ze moeten dus gebundeld opstaan en zeggen, dat willen we niet meer. Maar mensen zijn ontzettend arm, dus ik begrijp het ook. En die nemen de hand die ze op dat moment geeft wat ze nodig hebben. Terwijl die hand precies doet wat ze niet nodig hebben. Die hand moet ze niet geven wat ze nodig hebben. Die hand moet zeggen, weet je, dit en dit en dit gaan we doen met elkaar. En je hebt nu dit nodig, maar ik geef je het één keer en je komt morgen dit niet meer hier halen. Maar dat vinden we in Suriname, vinden we dus ook ons denken over onszelf en over ons bestuur, is gewoon, ja, weet je, kapot. Ja. Stelt u zich voor, Suriname kiest een nieuwe president morgen. Ja. Suriname heeft morgen verkiezingen en er wordt een nieuwe president gepresenteerd aan Surinamers. En die president is getransformeerd. Is getransformeerde man of vrouw. En die maakt duidelijk aan Surinamers wat hij gaat doen. En die gaat het naleven. Want alleen maar zeggen is niet genoeg. Maar je moet het ook gaan naleven. Ja. Ik denk dat de helft van de Surinamers denkt, wat is dit? Ja. Maar, hallo? Mevrouw Kramp, is het niet zo dat de zogenaamde architecten, leiders in het land, voor een nieuwe Surinamer, een betere Surinamer, Suriname, eerder gehaaid waren om zoveel mogelijk macht te vergaren, in plaats te brainstormen over een ontwikkelingsvisie. Hoe willen we het land? Hè? Is dat wat al die jaren ontbroken heeft in Suriname? Een echte fundamentele interne beraadslaging over langs welke lijn, langs welke ideologie, welke visie willen we uiteindelijk een betere Suriname scheppen? Voor alle Suriname. Is dat niet het punt? Ja, dat klopt. We hebben de afgelopen 50 jaar hebben we het denken over onze overheid en over hoe wij ons tot onze overheid willen gaan verhouden. Ja. Onze democratische, zelfgekozen overheid. Ja. Dus dat denken, dat zijn we niet gaan ontwikkelen. Dus het gevolg daarvan is dat president Santoki nog bejegend wordt als de gouverneur van Suriname. Maar dat is hij niet. Hij is de president van Suriname. Ja. Maar hij behandelt, Hij gedraagt zichzelf ook zo, dus hij weet ook niet hoe het hoort. Ja. En dat heeft te maken met zijn beperkte hij weet, volgens mij weet hij wel hoe het hoort. Alleen ze laten zich natuurlijk bedienen via mechanismen die toch wel makkelijk voor hen tot resultaat leidt. Ja, maar dan ben je dus kwaadaardig bezig. Ja, en daar wil ik naartoe. Daar wil ik naartoe. Hè. Is Suriname niet uiteindelijk slachtoffer van een kwaadaardig zwel? He, dat etnische verdeeldheid inhoudt. En dat mensen bezig zijn vanuit een etnisch denken macht te verwerven. En dat is dus nu 50 jaar zich zodanig gaan inwortelen in die samenleving. Ja. Dat bijna niet uit te roeien valt. Hè? Want je ziet het verkiezing na verkiezing wil terugkomen. Je ziet het nu ook weer. De campagne in Suriname is begonnen. Hè? En dat politieke partij, kijk maar naar wat partij Luhur
lees meneer Sommerhardjo zijn zoon op het podium allemaal niet aan het verkondigen is. Kijk naar wat meneer Brunswijk allemaal niet aan het verkondigen is. Ik merk daar niets van natievorming. Ik merk niets. Vandaar ook mijn stelling. Ja. Weet je, na de volgende verkiezingen, dan gaat niks veranderen. Nee. Want ze laten niet merken dat ze begrijpen wat er in de wereld gebeurt. En u zegt van ja, ze begrijpen het wel. En ik zei er net iets over. Kijk, op het moment dat je weet dat het niet deugt, op het moment dat je dat weet, en je doet het, dan ben je kwaadaardig bezig. Ja, dat zijn zo. Kijk, als je het niet weet, dan snap ik het, dan wil ik het je leren. Ja. Maar als je het weet en het toch blijft doen, dan ben je dus kwaadaardig bezig. En ik denk dat er kwaadaardige elementen zijn in de manier waarop Suriname bestuurd worden. En dat heeft te maken met het etnische, wat u net noemt, gezwel, met het etnische. Met dat etnische denken, met dat denken van wij zijn een betere soort dan die. En dat is vermoeiend. Ja. Het trekt onze energie leeg. Ja. Het maakt dat jonge mensen weggaan. Ja. Want weet je, die denken van ja, weet je, we zijn nu 25 en we weten niet beter. Terwijl we dan kijken we op het internet en dan zien we andere voorbeelden. Ja. En vervolgens, het brengt die zittende politici niet tot andere inzichten. Nee. Dus of ze zijn oerdom. Echt oerdom. En dan moeten we zo snel mogelijk van ze af. Of ze zijn zeer kwaadaardig. En dan moeten we ook zo snel mogelijk van ze af. Want je kunt je land niet met kwaadaardigheid besturen. Daar zijn we ook te broos voor. Weet je, we zijn ook met weinig. We moeten juist heel erg op elkaar kunnen vertrouwen. Op elkaar kunnen rekenen. We moeten een overheidssysteem hebben dat niet zo'n groot logapparaat is. Omdat 70% van de Surinamers daar hun brood moeten verdienen. Terwijl er ook nog andere dingen gebeuren in dat land. Dus we hebben leiders nodig die in staat zijn deze patronen te doorbreken. Maar je weet, ik weet, en dat weet iedereen die een beetje opgelet heeft wat er gebeurt. De eerstkomende tijd gaan die leiders eerst belachelijk gemaakt worden. Want dat systeem is zo ingericht. Ja. Weet je, dat systeem is bedoeld om alles wat niet in dat systeem past, belachelijk te maken. Dat is wat er gebeurt. En de mensen die iets anders willen, die worden dan dus belachelijk gemaakt. Die worden monddood gemaakt. Die op een gegeven moment denken ze van ja, weet je, laat maar. Ja, laat maar. Maar laat maar is geen optie. Want we zijn een klein land, hè? Ja. Ja. Het betekent dat op het moment dat we het te bond maken, dat de interventie zo om de hoek ligt. Want we zijn gewoon een puist. Ja. Maar u had het over een nieuwe modaliteit. Hè? Ik bedoel, we zijn eigenlijk blijven hangen bij zeg maar de moraliteit bepaald door het koloniaal verleden. Ja. Wat zou dan dat nieuwe morele denken moeten zijn in Suriname? Nou, ik ga nog één voorbeeld aan. Ja. Ik ga nog één voorbeeld aanhalen die ik in het artikel ook benoemde. Omdat het me ontzettend trof dat het zo ging. Ja. Dat niemand zoiets had van ja, maar dit kan helemaal niet zo. Nee. Dat was namelijk het feit dat het OM een database ging aanleggen voor kinderen die risicogedrag vertonen, dus die met justitie in aanmerking gekomen waren. Ja. Dat is dus typisch zo'n koloniale oplossing. Weet je, in de moderne tijd, in moderne landen, doen mensen dit zo niet. Ja. Om te beginnen hebben kinderen rechten. Ja. En je moet niet willen dat je als minderjarige in een databank van justitie terechtkwam in een land dat a slecht is in het onderhouden van ICT. Ja. Ik bedoel de Surinaamse ICT, dat is echt nul. Dat ding wordt ondergebracht bij een marktpartij. Waarom moet het ding bij een marktpartij? Ja. Waarom? Ja. Voor wat? Er moet dus geld aan verdiend worden. En je loopt de kans dat een heel cohort jongeren straks in een criminele databank zit en er niet uit kan. Omdat we het niet hebben ingericht om dat ding voor voorspoed, maar we hebben het ingericht voor steepoed. Jij bent een crimineel, je hebt dit gedaan en voor de rest van je leven ga je dat blijven doen. Ja. En we weten precies welke kinderen erin te gaan komen, dat weten we. De kinderen die erin gaan komen zijn geen kinderen met papa's die de politie kunnen omkopen en die het regime kunnen omkopen. Nee, precies. De kinderen die erin gaan komen, zijn de kinderen van wiens ouders het niet kunnen. Dus we creëren nog meer armoede en ellende, dat is één. Maar het tweede, en dat is nog veel gevaarlijker, we weten dus helemaal niet dat over de hele wereld er figuren zijn die handelen in dit soort data. Die dus handelen in gegevens van kinderen
die dus in databanken zitten die niet veilig zijn. En ja, ik weet waar ik over praat. Ik ben jarenlang ben ik een directielid geweest van een jeugdgevangenis in Nederland. Als kind moet je iets te verliezen hebben. Dus op het moment dat je in de databank komt, moeten er garanties zijn dat het ding A alleen bij de overheid is. En B, wanneer je middeljarig wordt, dat ding gewoon, tenzij je nog crimineel bent, dat dat ding gewoon opgeschoond wordt, weg ermee. Want wat je hebt gedaan op je 13e, weet je, het is dat je niet in de gevangenis kwam, is het alleen maar een kwestie van geluk en van je ouders. Ja. Maar het hoeft je niet te achtervolgen wanneer je 20 bent. Ja. Dus we nemen dus dit soort besluiten en kwalijk is, er niemand in de DNA, niemand, staat op en zegt, dit kan niet. Ja. Dit mag niet. Ja. Dus ik dacht, mensen gaan nu opstellen en lawaai maken. Ja. Helemaal niks, nakkers. Ja. En u zegt van, de risico's zijn zo groot, omdat het, de totale organisatie, het apparaat binnen de overheid, die moet garanderen dat informatie niet in verkeerde handen terechtkomen. Juist. Dat die goed geborgd zijn. Dat is twee. Ja. En ons denken. Ja. Ons denken erover. Ja. Want we kijken naar die kinderen. Ze hebben iets kwaadaardigs uitgevreten. Ja. Maar weet je, als je 13 bent, werken je hersens anders dan wanneer je 20 bent. Ja, maar omdat we dus niet met wetenschap en met wetenschappelijk beleid ons besturen, dan kan het OM, ik vraag me überhaupt af wat het OM hierin te zoeken heeft, het zijn minderjarigen. Ja. Hou ermee op. Ja. En maar die ouders van die kinderen zouden hier, en die hun verzorgers, die zouden hier ook in opstand tegen moeten komen. Maar die kunnen dat niet, want weet je, het zijn dus de zwaksten in de samenleving. En dat is dus wat koloniaal is. We grijpen altijd de zwaksten. Altijd. Altijd. Ja. Dat is wat we doen, aan één stuk door. En dan zijn we verbaasd dat er keer op keer een cohort kinderen zeggen, ja, zie je wel, het komt aan die en die en die. Nee, op het moment dat je beleid maakt, en er zijn voorbeelden voor in de wereld, dat je voor een heel groot gedeelte, kun je het gedrag van mensen met beleid, kun je het gedrag van mensen veranderen, en kun je ze helpen om aan de kant van de voorspoed te zitten, in plaats van aan de kant waar het altijd regent en waar er altijd klappen vallen. En we organiseren ons land zo dat er altijd, dat heeft te maken met dat etnische denken, dat er altijd hokjes zijn en dat op sommige hokjes altijd onder de stromende regen staan. Het is dus kwaadaardig leiderschap. Ja. Dat is wat het is. Dat is allemaal afhankelijk van ontwikkelingsgraad in de samenleving. Hè? Ik bedoel, over goed en kwaad en hoe borg je dan zaken. Hè? Ja. Het gaat om de mate van ontwikkeling van normen en waarden in een samenleving. En, ik bedoel, zegt u van Suriname is nog in een zodanig onderontwikkelde staat dat belangen van de individuen, van groepen, van mensen met dit soort van besluiten nog onvoldoende aandacht krijgen op waarborgen. Hè, van dat is wat ik zeg. Ja, dat er geen misbruik is. Wanneer ik zeg onze kinderen zijn de toekomst, want dat roepen we dan ook, dan betekent het dat we onze systemen zo gaan inrichten dat onze kinderen ook onze toekomst kunnen zijn. Maar op het moment dat we een groot cohort wegstoppen, en dan ook nog eens een keer in een systeem wat qua ICT echt gewoon primitief functioneert en onbetrouwbaar is, volstrekt onbetrouwbaar, en het dan ook nog weghaalt bij de democratische controle, namelijk de controle van het parlement, en het gaat brengen bij een ondernemer die absoluut op dat gebied echt 0,0 nakkers ervaring en kennis heeft, dan moet het parlement opstaan en zeggen, dat gaan we niet doen. Nee, precies. Houd er mee op. Ja. Maar dat gebeurt niet. Dus het wordt uitbesteed en die ondernemer krijgt een fikse geld. En niemand heeft garanties dat die ondernemer ermee gaat doen wat geacht wordt te doen binnen de context van kinderrechten. Helemaal niemand. Dus ik vind ook het OM hierin ook hartstikke fout. Maar in Suriname zien we het als een oplossing. Want ik keek naar de reacties eronder. Ik denk, mensen zien het als een oplossing. Nee, dit is helemaal geen oplossing. We maken het probleem erger. Ja, dat is wat we doen. Is moraliteit bepaald door etniciteit? Ik bedoel, of is dat etnisch overstijgend? Nee. Ja? Moraal is etnisch overstijgend. Ja. Echt waar. Ja. Maar goed. Moraal gaat over je inborst als mens. Ja. En eerst ben je een mens en later ben je etnisch.
En daar zijn genoeg voorbeelden van in de wereld. Wanneer Chinese kinderen opgroeien in Afrika, worden het Afrikaanse kinderen. Ja. Wanneer zwarte kinderen opgroeien bij witte mensen, worden het Europese kinderen. Dus het zit in je inborst. Ja. En daar zegt een bepaalde etnische groep. En voor een gedeelte heeft de manier waarop je gelooft, je belief system in de wereld, kan bijdragen om je moraal op te krikken of om het naar beneden te brengen. Maar moraal is dat wat je doet omdat je voelt dat het niet goed is. Dat je gewoon voelt, je doodt niet iemand. Dat voel je gewoon. Daar heb je helemaal niet eens een wet voor nodig. Tenzij je zodanig beschadigd werd of bedreigd werd dat je dat ging doen. Maar in gewone omstandigheden doen mensen dat soort dingen dus niet. Dus ik ben huiverig om te zeggen dat moraliteit iets etnisch is. Ja. Nee. Daar wil ik niet bij komen. Het is in elk geval niet iets typisch Europees. Want heel veel mensen denken, ja, dat is een witte gedachte. Nee, helemaal niet. Dat is een pure humane gedachte. Een zuivere, humane, spirituele gedachte. Ja. De moraliteit is van ons allemaal. Want we voelen allemaal wanneer iets gewoon niet deugt. Dat voelen we. Ja. Daar hoeven we geen Hindoestaan te zijn. Of Creool. Nee, daar hoeven we alleen maar gewoon mens voor te zijn. Dus ik ben daar, ik weet dat er mensen in Suriname zijn die dat tegenspreken. Dat weet ik. Ik zou graag met ze in debat willen om ze te overtuigen van mijn zienswijze. En waarom mijn zienswijze vruchtbaarder is en beter past bij een samenleving die multicultureel is. Dan die in hokjes denkende opvatting dat die betere mensen zijn dan die mensen. Dus vandaar. Goed, we moeten toch wel verder, hè? En ja. In uw stelling zegt u nou, verder betekent dat er competente mensen zijn die begaan zijn met echt alle Surinamers, waarin ja. Toch wel die natie, het natiedenken, niet in de termen van natie Duitsland, maar natie, wij zijn één geheel en ja. wij zijn met elkaar verantwoordelijk voor elkaars, ja. Geluk, hè, als ik het zo ja. mag noemen. Ja. En we gaan daar gezamenlijk aan werken. En u zegt van, met dit stel van politici en politieke partijen gaat het niet komen, gaat het niet worden. Nee, met deze mensen gaat het niet gebeuren. Ja, wat heeft Suriname dan nodig? Hoe gaat het? We hebben nog 2 jaar te gaan. Kijk, er staan nu gelukkig verschillende in Suriname, verschillende mensen op die elk op hun eigen manier proberen om in een andere spoor terecht te komen. Ja. Dat moeten ze blijven doen, want we hebben alle zeilen nodig om dit kwaadaardig ding gewoon echt gewoon weg te stoppen. Ja. Wat we ook kunnen doen, want kijk, het is een patroon ook waar we in zitten. We luisteren naar de leider en afhankelijk van wat de leider zegt, gaan we die leider volgen. Maar je kunt het ook omkeren. Je kunt ook zeggen, weet je, wij Surinamers, en we gaan ons bundelen in wijken of in districten of give it a name. Wij gaan formuleren voor onze regio waar we wonen wat de dingen zijn die we voor de komende 5 jaar het belangrijkste vinden en waar de politiek verantwoordelijk voor is. En we gaan de politiek helpen die dingen te inventariseren, naar boven te brengen. En ze helpen om daar doelstellingen voor te formuleren. Dat is helemaal niet gek. Dat is namelijk wat een civic society, een publieke, een samenleving die is ingericht op burgers, doet. Dus we gaan dat ding omkeren. En we gaan het zodanig doen dat we het aanbieden aan al die politici die straks hier langskomen met hun campagne. En we vragen ze om die doelstellingen over te nemen in hun politieke partij, in hun partijprogramma's. Wat er dan gebeurt is 2. Je gaat zien wie het gaat opnemen. Wie denkt van nou, dit is 1000 keer niks, ik doe het niet. Dan ga je vooral niet op stemmen. Punt. Want die luistert nu al niet naar je, dus wat denk je dat je gaat doen wanneer die gewonnen heeft? Dat is 1. Het tweede is, je moet ze terugzien in hun partijprogramma als concrete doelstellingen met een indicatie van een begroting. Dus wie gaan we erbij betrekken? En dat kun je op elk niveau, kun je dat gewoon formuleren. En dan kun je zeggen, kijk, dit is wat we met elkaar hebben bedacht in die verschillende districten of in die verschillende wijken.
iedere politieke partij, we geven ze aan jullie. We willen jullie helemaal niet in onze wijk hebben om van jullie te horen hoe het moet. Dat willen we helemaal niet meer. We willen jullie in onze wijk hebben om te komen luisteren hoe wij denken dat het hoort en hoe het moet. En alsjeblieft, hier heb je het. En hou je propaganda bij je. Want we zijn er ziek van. We weten hoe het gewerkt heeft. We hebben de laatste verkiezingen. We zijn uit onze eigen etnische hokjes gestapt. Ja. En vervolgens zijn we bij jou gekomen. En vervolgens heb je ons datzelfde oude etnische ding. Dus dat doen we niet meer. Alsjeblieft. En dan ben je dit democratisch bezig. En er is geen politicus. Iedere politicus die zegt, dit is een waanidee. Daar weet je nu al van. Daar moet je niks van hebben. Niks meer van hebben. Want dat betekent dat die politicus niet kan bedenken dat degene die bovenaan die piramide zit, de bevolking is. En dat zij het moeten dragen. Want nu hebben we het omgekeerd. Wij, de Surinamers, dragen dat gekke ding. En we hebben het dus omgekeerd. We moeten het terug. Het moet terug naar de basis. We moeten terug naar de basis waarin dat wat in de bevolking belangrijk vindt en voelt en elke dag ervaart, dat op een agenda komt. En niet een wens of een droom van een politicus. En uiteindelijk gaan die grote bruggen er komen. Maak je daar niet druk over. Maar eerst moet de basis ingericht zijn. En die is niet goed ingericht. Dus het gevolg is dat de politici, dan komen ze aan de macht. En dan zijn ze 3 jaar aan de macht. En dan zijn ze een beetje volgevreten. En dan gaan ze nu weer dingen uitdelen. En dan doen ze alsof ze met hele goede dingen bezig zijn. Nee, ze zijn nog steeds met die oude dingen bezig. Wij, Surinamers, zij gaan niet veranderen. Wij moeten veranderen. Wij moeten zeggen, kijk, dit is het programma dat wij voor jullie hebben. Ik noem maar even wat wonen in de wijk Hanaslust. Dit is het programma dat de wijk Hanaslust heeft bedacht. Dit moet gebeuren. Ja. En zegt u dat op wijkniveau, districtniveau? Op elk niveau kun je het bedenken. Ja, nee, maar even, dat betekent dat er een enorme cultuuromslag moet plaatsvinden. Ja. In het doen en in het denken van de Surinamers, ja, over, ja, het bevechten van hun rechten. Hè? Dus niet zich, ja, overgeven aan politici, maar heel assertief, kritisch je rechten bevechten door, wat u zegt, eisen stellen van, als je mijn stem wil, dan wil ik garantie dat je gaat werken, juist, aan mijn lotsverbetering. En mijn lotsverbetering is werk, inkomen, gezondheidszorg, juist, en dat soort zaken. Goed onderwijs voor mijn kinderen. Ja, ja, die dingen. Ja, ja. En jullie zijn de politici, dus jullie gaan er hele mooie, ja, smart doelstellingen voor maken. Ja. Maar daar zijn we niet van. Ja. Maar wij willen voor jullie definiëren wat belangrijk is. Want we zijn een democratie. Ja. En jullie zijn van ons losgezongen. En ja, we kunnen niet anders dan met politici doorgaan. Maar dus willen wij, we gaan het ding omkeren. Ja. We gaan ervoor zorgen dat jullie je gaan verhouden tot ons, in plaats van dat jullie ons als stemvee gebruiken 1 keer in de 5 jaar. Ja. En vervolgens gaan zitten. En vervolgens wij, pardon, wij als, dan gaan we klagen. Nee, want we hebben dan ook minder te klagen. Ja. Wat we dan hebben, is dat we dan gaan volgen wat ze doen en hoe ze het doen. En als ze het niet goed doen, gaan we ze naar de orde roepen. Want daar hebben we het parlement voor. Want het parlement, zijn we vergeten, het parlement is het hoogste orgaan. Ja, maar het parlement is gewoon, it's no way. Ja. Het is gewoon, het stelt niks voor. Ja. Want de president doet wat hij wil en dat mag helemaal niet. Ja, ja, ja. Dus wat u zegt klopt. Ja. Het wordt een behoorlijke cultuuromslag. Ja. En het begint gewoon thuis, dat je met elkaar gaat praten in de wijk en zo. Ja. En weet u, meneer Carteram, sommige van die dingen gaan etnisch zijn. Omdat sommige dingen in ons land ook zo georganiseerd zijn. Maar dat geeft niks als het in de uitvoering elkaar gaat ontmoeten en elkaar gaat omhelzen. Nou. Want op zich is er niks tegen etnisch zijn. Helemaal niks. Ja. Alleen, het wordt toxisch, het wordt giftig wanneer het andere uitsluit. Dan wordt etniciteit giftig. En dat is wat er in Suriname gebeurt. We gebruiken het politiek, gebruiken de etniciteit en allerlei andere systemen om mensen uit te sluiten. Ja. En dat is wat ik net, het voorbeeld wat ik net gaf van die kinderen en het datasysteem. Ja. Dat is daar een voorbeeld van. Ja. Alleen, het is zo vanzelfsprekend. Het is zo in ons
denken en in onze leefpatronen binnengekomen, dat we het niet eens meer zien. Ja. Dat we het ook niet eens meer... Misschien voelen we het wel. Nee, maar moeten we juist niet, omdat dat gezwel zodanig, zeg maar, negatief impact uitwerkt in dat land, hè? Door links of rechts om zal, als je die ruimte biedt van etnisch de koek verdelen, dat altijd toch wel hier en daar iemand zal benadelen. Zou je niet sectoraal toch wel politiek moeten bedrijven in de zin van beleid? En dat sectorgebied voor een beleid is voor alle mensen en niet voor een bepaalde denominatie. Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn, of je nou zwart, wit, groen, geel bent, katholiek, hindoe of moslim. Alle kinderen zijn verplicht naar school te gaan. En moeten ze niet voor de komende tijd om juist dat etnisch element uit die samenleving zeg maar weg te halen. Het onderwijs moeten inrichten volgens het openbaar systeem. In plaats van al die denominaties op geloofsgronden. Want daar krijg je dat de hindoe-kinderen bij elkaar geharkt worden. Moslimkinderen bij elkaar geharkt worden. Ja, we hebben het geërfd van de kolonisatie. Moeten we daar niet mee ophouden? Als je inderdaad dat etnische element uit die samenleving wil weghalen. Omdat het heeft bewezen contraproductief te zijn. Ja, dat klopt. Maar dat klopt wat u zegt. Maar ook daarvan is het belangrijk dat je dus als bevolking, dus dat je ook van onderaf meehelpt doelen formuleren en die aan de overheid en die aan de politici meegeeft die je stem willen hebben. En op het moment dat ze daar niks mee doen, dan laten ze daarmee merken dat ze wat we vinden als bevolking, dat het ze niet boeit. Ja. En het klopt wat u zegt, sommige dingen daar moeten we radicaal afstand van nemen. Maar tegelijkertijd, als je kijkt naar het onderwijs van de overheid, het is dus echt het belabberdste onderwijs dat er in Suriname is. Ja. En sommige scholen doen het goed, omdat die leraren op die scholen nog alles doen om uit de klauwen van die waanzin te blijven. Ja. Maar het grootste gedeelte van het onderwijs dat door de overheid verzorgd wordt, is gewoon bagger. Ja. Dat is waar. Op het punt van sociaal beleid moet er sprake zijn van gelijke kansen voor alle mensen. Hè? Dus onderwijs, gezondheidszorg, inkomen, dat moet voor alle mensen op dezelfde wijze beschikbaar zijn en toegankelijk gemaakt zijn. Hè? Dus dat moet het principe zijn. Mevrouw Kram, ziet u het zitten dat er tussen nu en 2 jaar die omslag in die samenleving, we gaan naar een nieuw kiessysteem, hè? One man, one vote, one value, met 1 kiesdistrict over het hele land. Hè? Dus Suriname is 1 kiesdistrict. Althans, dat begrijp ik als commitment tussen politieke partijen. Hebt u het vertrouwen dat tussen nu en 2025 de Surinamers te transformeren zijn naar een veel kritischer houding naar politieke partijen, politici, waarin ze hun rechten gaan opeisen, in plaats van zich slaafs gaan onderwerpen aan spiegeltjes en kraaltjes? Ja, nou, ik heb absoluut niet de illusie dat het met 2 jaar veranderd is. Ja. Maar wat ik wel heb, is ik blijf dan toch maar die opportunistische positivist. Ik zie tekenen van dat sommige dingen veranderen. Dat zie ik. Vooral zoals? Bijvoorbeeld, neem maar even die beweging Passieve Suriname. Ik kan op een heleboel dingen ervan kan ik kritiek hebben. Maar het is iets wat voortkomt uit de Surinamer zelf. Die zeggen van maar dit ding willen we niet meer. Nee. En het activeert dus ook andere, dingen. Ja. Maar tegelijkertijd ben ik realistisch genoeg om te zien dat die grote partijen met hun macht en hun tentakels en hun relaties tot kapitaal, want dat is een belangrijk ding. Ze hebben relaties tot kapitaal wat wij niet kennen. En dat heeft te maken met hoe het bestuur is ingericht. Dus ons bestuur is niet transparant. Dus kunnen al die gekke dingen kunnen naar binnen komen en we hebben niet in de gaten hoe die dingen zeg maar ons leven bepalen. Maar tegelijkertijd zie ik wel kritiek. Dus het Surinamers beginnen op te staan en zeggen maar dit zo willen we het niet meer. En het gaat niet binnen 2 jaar gebeuren. Natuurlijk niet. Daar heeft het te lang voor geduurd. Echt veel te lang. Maar als het 1 keer een spark is, als er 1 keer het vuur is aangestoken en er een paar mensen zijn die bijvoorbeeld in het parlement komen en die niet meedoen met het grote
akelig verhaal, omdat ze beseffen dat ieder parlementariër een parlementariër is. En het volk van Suriname vertegenwoordigt en niet die politieke partij en zeker niet die politieke leider. Op het moment dat dat element, zeg maar, zijn vuur ontsteekt in ons parlement, want dat moeten we gaan begrijpen, dan is de kans dat we die transformatie snel gaan inzetten, is dan veel groter. Want dan wordt die parlement een parlement van Surinamers. Dan wordt die parlement echt een volksvertegenwoordiger, volksvertegenwoordiging, in plaats van de applausmachine van de zittende president of de coalitie, wat die dus nu is. Vandaarom ook mijn betoog aan Surinamers. Beginnen jullie gewoon op je eigen niveau te formuleren wat je wil voor je wijk, voor je regio, voor je district. Zorg dat het bij ze komt. Ga niet meer zitten wachten totdat ze met hun sprookjes komen en met hun cadeaupakketjes. Want al die dingen betaal je zelf. Zij betalen het niet. Het komt niet uit hun broekzak. Het komt bij jou vandaan. En ga dat veranderen. En ik snap dat er nog genoeg mensen zijn in Suriname die ontzettende honger hebben. Die verschrikkelijke armoede hebben. En dat is een schandaal. En het is een politiek schandaal. Want we zijn rijk genoeg. Zelfs zonder die olie zijn we rijk genoeg om dit niet te hebben. Dus het wordt ook tijd dat we ook zo met die politici gaan praten. En niet meer alleen maar naar ze luisteren. Want wat ze te vertellen hebben heeft ons de afgelopen 50 jaar niet veel gebracht. Ja. Dat is wel helder, nu denk ik. Ja. Ja. En ik denk dat er is nu veel meer, niet door de politiek, maar door het feit dat er internet is, dat mensen zich kunnen uitspreken, dat jonge mensen weggaan, dat mensen hardop zeggen wat ze vinden en wat ze denken en wat ze voelen, et cetera. Is dus de kans groter dat er iets meer gebeurt dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden. Maar dat is pure hoop. Ik bedoel, dat hoop ik. Als een opportunist hoop ik dat voor Suriname. Maar misschien zie ik het verkeerd. Ja, maar u zegt van, de verandering is mogelijk, maar dat moet vanuit die samenleving komen. De mensen zelf moeten het gaan doen. En zo machteloos zijn ze niet, want ze hebben best wel, toch wel een belangrijk instrument in hun bezit, namelijk hun stem. En, die stem kunnen ze maar 1 keer weggeven. Juist. En geven dan niet weg voor een pakketje, geven niet weg voor een mooi verhaal, maar geef het pas weg als je van overtuigd bent dat dit de wezenlijke, duurzame verandering voor jou, je omgeving, voor je kinderen, je kindskinderen teweeg kan brengen. Dan moet je dat geven, zegt u. Juist. Maar dat betekent dus dat je dat wat je hebt geformuleerd op het niveau van de wijk of op het niveau van het district, dat je dat terug moet zien in een partijprogramma. Precies. Op het moment dat je het niet terug ziet, maar ze hebben het ontvangen, dan betekent het dat het gewoon lousy liars zijn. Ja. Dat ze alleen je stem willen. Geef ze je stem dan niet. Weet je hoeft je stem niet aan iedereen te geven, hoor. Ja, het is jouw stem. Mensen en moeten... het is jouw integriteit. Het is jouw autonomie. En denk erom, op het moment dat we die verkiezen, dan moeten we niet klagen meer. Ja. Want we kiezen het niet. Kijk, In de koloniale tijd hadden we dieven in het bestuur. Want daar was dat ding op ingesteld. Maar wij hadden ze niet gekozen. We kregen ze gewoon. Ze kwamen van ergens en we keken en we dachten, wat is dit? Maar nu zijn wij aan het stuur. We moeten mee gaan helpen besturen. Dat is wat in een democratie gebeurt. We moeten zodra iets gebeurt wat afwijkend is, moeten we zeggen nee. Dit willen we zo niet. En als er meer stemmen zijn die dat doen, en het mogen stemmen zijn van oude mensen, van jonge mensen, van alle stemmen in Suriname. En je gaat ze helpen, want kennelijk kunnen ze het niet, dus dan gaan wij het voor ze doen. En iedereen in zijn wijk heeft wel iets wat veranderd moet worden. En laat je niet ompraten en zeggen van maar het is maar een groot, het is een klein ding. Weet je, de minister van OMW staat ook bij die grote te kijken, toch hoe die dingen uitgediend moeten worden. Dus op het moment dat het zo'n klein ding is, dan mag het ook bij hem. Dus je moet je eigen denken, je moet durven om iets anders te denken dan zij. En je wordt er niet voor gestraft, want we leven in een democratie. Op enig moment kunnen ze niet alle mensen meer oppakken en in de gevangenis zetten of alle mensen negeren. Of, dat gaat op enig moment niet. En wat gemiddelde Surinamers misschien niet zien, het is niet zo dat Santokki populair is buiten Suriname. Dat is een leugen. Suriname is te klein. Dus als hij populair wil zijn, moet hij dit soort dingen gaan doen. En dan gaan mensen zien van,
In dat land Suriname gebeuren er ontzettend leuke dingen. Ja. Dat en dat en dat en dat en dat gebeurt ook. En ze zijn er nog lang niet. Maar dit verandert, dat verandert. We hebben een regering gekozen. De helft van de doelstellingen zijn de dingen die het volle geformuleerd heeft. Ik bedoel, my goodness. Hoe meer inspiratie moet je hebben? Maar jij als bevolking, jij als Surinamer, moet die energie gaan opbrengen om dat te doen. En als je dat niet gaat opbrengen, maar blijft klagen, dan ga je over 30 jaar klagen je kleinkinderen. Nou, ja. Is dat wat je wil? Ja. Nou, ik heb ze niet, maar als ik zo hebben, zou ik zeggen, nee, natuurlijk niet. Over 30 jaar heb je wat anders, ben je iets anders. En dat, die vibe, die moet bij ons komen, want bij hun, forget it. Ik heb geen schijntje vertrouwen meer in geen enkele bestaande Surinaamse politieke partij. Ze deugen allemaal niet. Ze hebben ons niet geholpen het land te zijn wat we ook hadden kunnen zijn. En dat, ja. is mijn thema. Ja, ja, Surinamers moeten weer gaan herbeleven dat ze een eigen waarde hebben. Ja. En dat ze recht hebben, dat is niet een gunst, maar dat ze recht hebben op een beter leven. Hè, voor zichzelf en dat van hun kindskinderen. En je gaat naar coroni met voedsel. Ja. Coroni met voedsel. Ik bedoel, weet je, je leest het en je denkt, hoe meer onfatsoen moet je als leider in je donder hebben? Maar hoeveel dommigheid moet je als bevolking hebben om hem toe te laten met deze knulligheid? Jaag hem weg! Ja, ja, precies. Maar dat heeft te maken met het feit dat de mensen dat laten gebeuren, omdat ze dus niet trots zijn op wat ze zijn, wie ze zijn. Dat ze die eigen waarde, dat ze dat niet beleven. En zolang dat niet het geval is, kan dit allemaal gebeuren. Het wordt ook kapot. Niet alleen dat, meneer Kataram, het wordt ook kapot gemaakt. Ja. Weet u, ik begon net met het voorbeeld van hoe we etnisch denken en welke labels we dan vanuit de koloniale tijd op elkaar plakken. Dus je bent toch niet trots als iemand tegen je zegt dat Hindustanen alleen maar gaan voor geld. Dat is toch niet iets om trots op te zijn. Ja. Als ik Hindustanen was, zou me beledigd voelen. Ja. Maar misschien is dat mijn geloofssysteem, dan gaan we over dat geloofssysteem hebben. Want het kan niet zo zijn dat je alleen maar bezig bent met mij leeg te halen, omdat jouw geloof dat je dicteert. En dan zijn we met elkaar democratisch bezig. We moeten dus ook niet bang zijn om kritisch te zijn op de dingen waarvan we zeggen dat ze onze traditie zijn. Want sommige dingen zijn gewoon geen traditie, is gewoon aangepraten kletskoek. Ja. Kortom, er valt nog heel wat werk te verzetten. Ja. Heel veel. En dat komt niet van boven, dat moet vanuit de mensen zelf komen. Verandering komt vanuit van binnenuit, hè? Uit die samenleving zelf. En op grassroot level, hè? Dus bij de basis. Ja. Van binnenuit en van onderaf. Ja, ja, ja. En dat is wat er moet gebeuren. Ja. En elk individu moet beseffen dat hij of zij daar ook een verantwoordelijkheid in heeft. Hè? Je kunt blijven klagen. Maar als je niet beseft dat jij die verandering bent, dat jij die verandering teweeg kunt brengen, dan zal die verandering ook niet komen. Ja, en wat er gaat gebeuren als we zelf niet meer klagen, dus als we zelf niet meer in hun patroon gaan zitten, op het moment dat dan een minister of een president zegt, het komt door die vorige regering, weet je, dan kijken we hem aan en dan maken we een tjoerie en dan lopen we weg. Ja. Dan denken we, hallo. Weet je, wij gaan het transformeren. Jij zit nog in het oude treinstel. Blijf jij erin, wij gaan iets anders doen. Ja. Dus dan wordt duidelijk hoe ze vooral zich niet ontwikkeld hebben. Want dat is, weet je, ons leiderschap is zo pover ontwikkeld. Echt zo pover. Iemand zei het op de radio vorige week, mevrouw Kanhai geloof ik. Dat je dan denkt, het is inderdaad zo teleurstellend. Je schaamt je bijna voor ze. Dat je denkt, zijn die mensen nou echt zo onderontwikkeld? Ja, dat zijn ze. Ja, dat zijn ze. Als een politicus zegt dat armoede in deze omstandigheden dat zegt, dan denk ik, je bent gewoon primitief. Je bedoelt die meneer die zei... Maar je bent wel een volksvertegenwoordiger. Ja, u had het over die uitspraak van meneer Cedric van Samson. Ja. Dat de burgers kiezen voor armoede. Of niet? Ja. 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 En u zegt van dat hoort een politicus niet zo te zeggen. Nee, als je fatsoen hebt, als je een moraal hebt en als je geweten hebt, dan zeg je dat niet. Ja.
Dan kijk je naar die armoede en dan heb je aan de ene kant heb je erover nagedacht hoe eruit te komen. Ja. En aan de andere kant heb je mededogen. Ja. En als je vindt dat het een eigen keuze is, is het een particuliere uitspraak. Nou, hou die voor je woonkamer. Ja. Punt. Ja. Hou ermee op. Ja. Want hij vergeet. Ja. Dat geeft aan dat hij is gewoon oliedom. Hij zit daar omdat mensen op hem gestemd hebben. Diezelfde mensen waarvan hij nu zegt dat ze armoede een keuze is. Ja. Dat is dus onfatsoenlijk. Ja. En onfatsoen is een akelig ding. Koloniale landen waren onfatsoenlijke landen. Ja. Dus dat onfatsoen zit ook nog bij ons. Ja. Dat we niet kunnen begrijpen of niet willen toelaten dat sommige dingen niet fatsoenlijk zijn. Ja. En fatsoen betekent dat je elkaar respecteert. Gewoon respecteert. En respecteren betekent niet dat je je mond dicht houdt wanneer iemand iets doet dat je niet bevalt. Ja. Of omdat je denkt dat je dan die persoon gaat beledigen. Nee, mijn intentie is niet om je te beledigen. Punt. Laten we daarvan uitgaan. Maar op het moment dat dat de aanname is, en dan groeien we niet, dan worden we niet sterk. Dan gaan we dus niet zelf formuleren wat we nodig hebben voor onze wijk. Dat we bijvoorbeeld onze wijk gewoon goede speelplaatsen nodig hebben, zodat onze kinderen veilig kunnen spelen. Dat we goede verlichting, al dat soort dingen die heel erg, waarvan we zijn vergeten, dat die gewoon bij een moderne samenleving horen. Zeker, zeker. Is populisme in dit geval, want die meneer aan het bedrijven was in het parlement? Hij denkt dat hij daarmee populair is. Hij denkt dat hij een hele intelligente uitspraak gedaan heeft. Ja, ja, helaas. Ja. Maar als het gewoon hartstikke. Het is ook beledigend. Ja. Als dat een beetje van intelligentie afkomstig zou zijn, had hij dat nooit kunnen zeggen. Want hij weet dat die arme moeder of die arme man, die na het werk uiteindelijk verleid wordt die casino binnen te lopen, dat die man daar niet op zijn achterhoofd gevallen is en zijn geld daar gaat vergokken, toch? Nee, dat klopt. Dat de omstandigheid die hij gecreëerd heeft, meneer Van Samson, dat maakt dat die meneer uiteindelijk uit wanhoop die 10 SRD die hij nog heeft, gaat vergokken in de hoop dat het 100 SRD wordt en dat hij daarmee meer boodschappen mee kan nemen naar huis. Dat is de reden waarom die meneer uiteindelijk met zijn weinige SRD zijn gokhuis binnengaat. Toch? Hij ziet, ja, dat klopt. Hij ziet geen relatie. Ja. Hij ziet dus geen relatie tussen het effect van zijn beleid en het gedrag van de burgers. Ja. Maar als je als volksvertegenwoordiger niet in staat bent om die relatie te zien, om die dots te connecten, dan ben je dus een slechte volksvertegenwoordiger. Ja. Dan roep je dus iets om populair te zijn. Maar bij wie wil je dan populair zijn? Bij de mensen die rijk zijn en die bulken voor het geld omdat zij een betere keuze gemaakt hebben. Hou op! Ja. Het is ook zo onsmakelijk. Is hij niet tegelijkertijd niet die bron van de ellende, meneer Samson? Want hij kiest voor 900 gokhuizen in het land op 600.000 inwoners. Ja, toch? Dat is toch ook belachelijk? Juist, hij zit in het parlement en moet gewoon zeggen van weet je, we hebben gewoon, als we gewoon kijken op de aantallen mensen die we hebben, als we kijken naar het inkomen per hoofd van de bevolking, dat zijn data die we zo moeten kunnen ophoesten, dan zijn zoveel casino's en zoveel gokhuizen in ons land, dat is een misdrijf als overheid, als we dat toelaten. Dus we gaan beleid maken om te zorgen dat die dingen niet meer op elke hoek staan. Maar ja, dan lopen we tegen de kartels aan en de syndicaten aan. En dat zijn voor een deel de sponsoren van de mensen die in de politiek komen. Ja. Van die grote politieke partijen. Ja. Dat weten we intussen. Ja. En we kunnen ze niet bestrijden met politie en met militairen. Want die politie en de militairen beschermen ook hun. Weet je, de overheid misbruikt ze om hun te beschermen en niet ons. Dus moet het op een andere manier gebeuren van onderaf. Want de revolutie, ja weet je, dat gaat toch alle kanten oplopen. Dat willen we niet. Maar we willen wel een transformatie. En dat kan sneller als we met elkaar van onderaf gaan nadenken en praten. En zeggen, oké, weet je, we gaan deze dingen doen. We gaan dus nadenken over manieren om wat wij willen op het platform van de politicus te brengen. En dat moeten we doen op het moment dat ze bezig zijn met hun campagnes. Ja. Op het moment dat ze partijprogramma's gaan samenstellen. Op het moment dat ze onze stem willen hebben. We moeten het ijzer smeden wanneer het heet is. En op het moment dat ze hun partijprogramma's aan ons terug presenteren en we zien niet
dat er doelstellingen in zijn die wij hebben meeformuleren, dan zijn ze dus verkeerd. Dat betekent dat ze alleen maar onze stem willen. Maar alleen onze stem is niet genoeg voor een democratie. Ze moeten ook willen wat wij willen. En dat is nu niet aan de hand. Het is helemaal losgezongen. Ze doen de dingen die niet goed zijn. En natuurlijk, weet je, al die programma's die we nodig hebben van de IMF, etcetera, dat ze allemaal wel nodig zijn. Maar uiteindelijk zijn we daar gekomen omdat we de politici hebben die we hebben. Ja. Daarom zijn we daar gekomen. Ja. Maar nature-wise, gewoon wat Suriname ons van zichzelf schenkt als land, ja, dus los van ons, is overvloed. Ja, ja, ja. Maar goed, u zegt van de leiders zijn te gemakzuchtig, hè? Gemakzuchtig, te dom. Ja. Gewoon te gemakzuchtig en te dom. Ja, ja, ja. En te oneerlijk. Ja, precies. Via de makkelijke weg proberen zo snel mogelijk rijk te worden. Ja. En toch wel te genieten van de privileges die zo'n politieke stoel met zich meebrengt. Ten koste van het arme volk, hè, die goedkoop hun stem hebben weggegeven. Het gevolg dat ze nog altijd in de armoede ondergedompeld zijn. Mevrouw Kramp, nog een laatste vraag en dan stoppen we ermee. Wat is de rol van het maatschappelijk middenveld om toch te zorgen dat inderdaad de Surinamers hun eigen waarde uiteindelijk op een weegschaal gaan zetten, hè, en dan pas hun stem gaan weggeven? Ja, wat er is gebeurd ook de afgelopen 50 jaar, en misschien onder deze regering veel meer dan ervoor, is dat ook het maatschappelijk middenveld is lam, want je hoort ze niet. Ja. Dus, zeg maar de middengroep, de middenklasse, die gaat dus ook weg. Dus wat je krijgt zijn ontzettend rijke mensen en ontzettend arme mensen. En die rijke mensen die zijn niet bezig te houden met die arme mensen, en die arme mensen zijn de hele dag bezig te ploeteren. En wat het maatschappelijk middenveld is, dat is verdampt, omdat ook dat gepolitiseerd is. Weet je, er is niks in Suriname, echt niks, dat niet gepolitiseerd is. En omdat dat gebeurt, komen we dus ook, we komen er dus niet meer uit. Vandaar ook mijn voorstel om, haal sommige dingen weg. En dat kunnen de Surinamers zelf. Wij gaan doelen voor jullie formuleren, want al die andere doelen die jullie formuleren zijn partijpolitieke doelen, en daar zijn we ziek van. Die willen we gewoon niet meer. Dus het maatschappelijk middenveld is ook geërodeerd. Die is ook meegegaan in, ja, weet je, de vakbonden bijvoorbeeld. Wat stellen die nog voor? Alles is gecorrumpeerd. Dus ook ons maatschappelijk middenveld. De kerk neemt geen stelling. Ja. We hebben dus ook geen bevrijdingskerken, want die nemen. Ja. Ze gaan erin mee, want ja, de president beloont ze toch? Ja, die houden die. Die begint elke week met ze erbij te halen en te bidden. Ja, dus daar verwacht u niet veel. Gekke dingen. Daar verwacht u niet veel, Nee, ik verwacht van het maatschappelijk middenveld. Er zijn nog een paar organisaties, zoals de VES, die doet wat ze moet doen. Ja. Maar van het maatschappelijk middenveld, van de vakbond, van de vakbeweging, van de wijkvereniging. Nee, ik verwacht daar weinig hel van. Omdat ook zij verarmen. Ze hebben zich, ze hebben hun ziel verkocht aan de politiek. En daardoor zijn ze te gekleurd. De vakbond in Suriname deugt nog geen meter. Nee. Echt. Ja. Helemaal niet. Ja. Ook zij hebben hun ziel verkocht aan de politiek. Terwijl ze leven van de contributies van hun leden. Ja. Ja, ja, ja. Dus, het is gewoon bar en boos. Vandaar komt dus die verandering niet. Vandaar zul je dus die veranderingsbeweging niet aangemoedigd krijgen, zegt u. Nee, de verandering gaat niet bij de politiek vandaan komen. Nee. Bij de gevestigde politiek. Omdat die te veel belangen heeft te verliezen bij een verandering. En dat is logisch. Ik zeg hier dat het goed is. Maar het is logisch. Op het moment dat je zoveel privileges hebt gehad, zoveel dingen hebt vergaard om je heen, is het hartstikke moeilijk om daar delen weer van terug te geven. Dus moet de bevolking ze gaan helpen. Uiteindelijk is het altijd het volk die het laatste woord heeft. En dat zijn we in Suriname vergeten. Niet de politiek, wij hebben het laatste woord. Daarom zijn we democratie. Ja, dus dat moeten we teruggaan. Dat is ook al is het maar heel klein. Weet je, want mensen denken soms dat je dan iets geweldigs en groot bedoelt. Ook al is het maar iets heel kleins.
Ook al is het maar dat je formuleert dat je in jouw wijk dat en dat en dat wil. Drie dingen. Het gaat erom dat je voelt dat je het heft in handen hebt genomen en participeert. Want zij beloven participatie, maar op het moment dat ze hebben gewonnen, sluiten hun geledingen zich en worden ze een machtsbastion. Ja, kortom, mevrouw Kramp, u zegt Kramp. Van, ja, mevrouw Kramp, wat u zegt vandaag en dat uw pleidooi is, dat is dat de burgers, de Surinamers, nu toch wel het hef in eigen hand moeten nemen, hun lot niet moeten toevertrouwen aan welbespraakte politici, maar dat ze dus met elkaar samen, een enkeling bij elkaar wordt een hele grote groep. En ja. Ze moeten de kracht en macht van de ja. gemeenschap in totaliteit niet onderschatten. En als ze als individu gaan bundelen en inderdaad gaan eisen stellen voor hun lotsverbetering, voor een betere Suriname, voor een beter leven voor zichzelf, maar in het bijzonder van hun kinderen en van hun kindskinderen, dan gaat het gebeuren. Kan die verandering tussen nu en de komende 2 jaren bewerkstelligd worden? En ja, dat kan. Ja, ja. Ja. Maar dat klopt, dat kan, want dat zijn dingen die je moet bewerkstelligen. Maar die cultuur die we de afgelopen 50 jaar hebben ontwikkeld, dat is natuurlijk een hardnekkig ding. Want we moeten dus wakker blijven. We mogen niet terug naar dat oude ding, want we moeten gewoon wakker blijven. En dan heb ik al die andere dingen niet genoemd als milieuontwikkelingen, de olie, et cetera. Maar eerst hebben we nodig dat we gezonde mensen zijn met kinderen die gewoon goed onderwijs hebben. Dat we dus ons gelukkig gaan voelen met de mensen die we zijn. Dat is wat eerst belangrijk is. Want anders gebeurt het andere niet en dan worden we miserabel. En dan hebben we een land met 2 soorten mensen. De mensen die aan de onderkant zitten, wat een vreselijk woord is, want dat is de basis. En de mensen die aan de bovenkant zitten en die mensen aan de bovenkant, die worden door de manier waarop we bestuurd worden, zijn ze altijd in het zonnetje. Altijd. Want ze worden ontzien, want ze zijn onderdeel van dat grote roofsysteem. Ja. Alleen, we zijn het de norm gaan vinden, maar het is niet de norm dat we beroofd worden. Echt niet. Ja. Nergens in de wereld is dat de norm. Nee, maar dat ze ons kunnen beroven, daar zorgen wij zelf voor. Wij dragen ze. Wij laten ze dat ons aandoen. En als we dat niet meer accepteren, als we ons bewust zijn van doordat wij dat willen, gebeurt het, moeten we nu de andere kant op gaan redeneren. Ja. Wij willen dat niet meer. Nee. En wij gaan niet, wij aan de basis gaan niet zorgen dat een kleine groep mensen daarboven uiteindelijk lekker vol vreet. Ja, precies. Op onze kosten. Terwijl met een klein, als ze maar 10% van het gekke ding wat ze deden besteden aan volksopbouw en aan nazi-building, waren we al een heel eind. Maar ze zijn helemaal niet geneigd om 0% te besteden. Dat is niet de bedoeling. En dat is koloniaal. Dat wij uitgezogen worden om hun ten dienste te zijn, dat is koloniaal. Hartstikke koloniaal. Ja, boom. Laten we hopen dat uw oproep en uw pleidooi voor een cultuuromslag, een nieuwe manier van denken, vooral besef van je hebt een waarde, hè? En dat je waarde niet zomaar weggeeft. En dat stemmen een recht is. En dat recht, dat moet je ook goed willen verzilveren. Want dat moet leiden tot lotsverbetering. Dat alleen dat langs die weg alleen maar uiteindelijk mogelijk er een nieuwe tsunami kan ontstaan. En vooral natievormen, hè, met elkaar. Ja, vooral, we moeten vooral voelen dat we Surinamers zijn. Ja. Dat je denkt van, oh, dit is gewoon, dit is wat Suriname is. Het is hartstikke. Het is ook gewoon leuk, want alles, de hele wereld zit er namelijk in. Dat is het leuke eraan. Ja, die Amerikanen, of ze nou een negroïde achtergrond hebben. Ja, klopt. Zijn allemaal Amerikaan. Ja, dat moeten wij gaan voelen. En dan moeten de Surinamers nu een beetje gaan voelen. Aboem! Ja, goed. Nou, dank u wel voor de gelegenheid en groeten ook aan uw luisteraar. U ook bedankt voor de uiteenzetting. Dag, mevrouw Kramp. Dag. En dat was mevrouw Filia Kramp, lieve mensen. In het licht van natievorming en scholing onderwijs hebben gekregen. De plank volledig misslaan op het punt van het krijgen van kansen. En het vinden van werk. Het gaat om meneer Pigot en zijn organisatie. Met hem praat ik aanstaande woensdag
om 5 uur. En dan om 6 uur met vriend Ram Charan. Dat is Aswin, lieve luisteraars. En we gaan het hebben met hem om 6 uur. Over natuurlijk dat aspect rondom Raghubar Singh. En zijn voorstel om de twee heren, de Haan en Bisisser, om even kijken. Wat zegt Raghubar Singh? Die vindt dat deze twee heren met terugwerkende kracht toch wel in hun eer hersteld moeten worden. En als Aswin Ram Charan zegt dat Raghubar Singh standenvoet ontslagen moet worden. No den tag you awa, e den ki sweet ranang, pi ala ya no man forgiti na pres pe umeta. So many native saini prakseri, tu no mas ribi. How many war to taki, apsale guinti, uno me arki. Uatra kwevu soso sa ukandu ai misranan mi love you so lazy day epsa du ere no benja di kasu ati de na famili de so far away trovie me ala dei ma lo vide na ala sei so lisa abina firi fu lo vi di dendra pe so merine tip sai li prazeri tu no mas ridi o meri war tu taki Apsale guinti, unome archi, so meni ari psale, uatra kwevu soso, sa ukandu, ai misranan, mi lobi. Denk dat you awa, en denk je sweet ranan, via la jaroman vergiet in na pres pe umbetan. So many native saini prakseri, du no mas ridi. O many war to taki, apsale guinti, uno me arki. Uatra kwevu soso